Vandaag hebben we een afspraak met Louis Talpe, hoofdrolspeler in The Racer. Cinevox. Dag Louis, waar bevinden we ons? We zijn vandaag bij het prachtige kasteel van Laarne. Dat is een van de vele parels die ons land rijk is. En waarom een kasteel? Omdat de historiek van die periode mij altijd enorm heeft geïntrigeerd. Wat is je favoriete ridderfilm? Ik vind Braveheart een fantastische film. Fantastische massascènes, een mooi liefdesverhaal. Welke rol had jij graag willen spelen? Gladiator. Russell Crowe. In de arena. Brood en spelen. Ah, zo cool. Heb je een favoriete filmmaker? James Cameron. Avatar vond ik ongelooflijk. De CGI daar was fantastisch. Maar ook Terminator, zelfs Titanic. Door welke film wil je zelf graag gaan spelen? Top Gun. I mean, hoe kan er ooit iemand cooler zijn dan Maverick? Heb je een favoriete Disney-film? Lion King. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Is er een rol die je by heart kent? Fight. And you may die. Run. And you'll live. At least for a while. Huh? Welke film? Braveheart. Jesus. Come on. Heb je een favoriete Belgische film? Het Vonnis. Ongelooflijk goed gespeeld door Veerle Bates en Koen de Bouw. Johan Leijzen ook fantastisch. En die kwam wel binnen, ja, dat verhaal. Wat is de leukste scène uit de Vlaamse film? Sowieso elke scène met Koen de Graven in de Helaasheid der Dingen. Fantastisch. Kan je eens iets vertellen over jouw laatste film? The Racer is een film die zich afspeelt in de Tour de France van 1998. Met mezelf, Matteo Simoni en Ian Glen. En you gotta go watch it. Oké? Cinevox.